Oké, we schalen toch op naar middel buitenbrand. Hier is flinke rookontwikkeling, komt van beneden zo te zien. Ja, ja. Aan de kant. Dus we gaan nu naar een reanimatie. En dit is een echte reanimatie. Nou, ambulance is al ter plaatse. AC 5331, eerst ter plaatse. Wij gaan binnen verkenning doen en eventueel aanval. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor Amore. Vandaag ben ik op pad op de TS met de nieuwe brandweerpakken. Gemaakt door Wandertje, shoutout naar hem. Linkje naar zijn Discord in de beschrijving. Ja, dus de Nederlandse brandweerpakken, super gaaf. Beter dan die Amerikaanse. We hebben dan ook een bevelvoerder. We hebben gewone manschap. Ja, dus drie keer wij drieën. En de bevelvoerder. Dat betekent niet dat de bevelvoerder automatisch bij ons voorin gaat zitten. Of naast mij voorin gaat zitten. Wat ik wel even snel ga kijken is, doe ik vooral bij hun dan even snel. Jullie mogen even fire gear omdoen. Kijken wat dat, hoe dat eruit gaat zien. Oké, en draai je dan eens om. Kom eens hier naartoe. Want ik geloof dat daar ook gewoon brandweer ZL of BRW ZL, oftewel brandweer Zuid-Limburg op staat. Wel is het zo dat de helm aan de ene kant grijzig is. Van de achterkant ziet dat er wel een beetje gruwelijk uit, alsof die al flink gebruikt is. Ik geef het in ieder geval even door, maar ik wil nu echt even opnemen. Dus daarom dat ik daar niet op ga wachten. Jullie mogen trouwens weer remove fire gear. Ondertussen test ik de TS even. TS, dus tank uit de spuit, gaat naar de meeste melding die de brandweer wel krijgt. Blauw doet het. Zo. Iedereen wakker door even luchthoren die ik snel probeerde. Nou, dat doet het. Hadden wij genoeg water? Hebben wij genoeg water? Ja, 5000 liter. Dat is ook een maximale. Dan zijn we klaar voor de... Nou, niet helemaal klaar. We zullen hem even buiten rijden. Zullen we even de dingen testen. Ik zie niemand voor mij. Ik hoop ook dat er dus niemand staat. Dat doet het allemaal. Dingen open. Er zit nog geen pipo al te wachten op een melding. Kan natuurlijk ook. Oké, die doet het zeker. Het doet het ook voor mij. Masker op, yes. Zaklamp. Doet hij het? Nee, oh ja, zeker wel. Kijk eens joh. Oké. Nou, die doet ook wel. Oh wacht, daar moeten we even mee opletten. Via F3 options. Everyone ignore player. Anders gaan ze me aanvallen als ik bezig ben met blussen of zo. Nou, dus die doen het allemaal. Water is heel klein beetje gebruikt dan. Ik hoor een kazerne alarm. Melding die niet voor ons is. Persoon aangereden door voertuig. Ja, daar hoeven wij niks mee. Dus daar gaan we ook niet naartoe. Zo. Nou, dan zijn wij nu echt klaar voor te beginnen met de dienst. Ja, we waren eigenlijk al dus begonnen. En als de melding wel iets was, hadden we al onderweg geweest. Of waren we al onderweg geweest. Maar voor nu is het even wachten. En tijdens het wachten kun je van alles doen. Maar ik ga gewoon even echt daadwerkelijk wachten. En dan jullie zometeen wel zien als er, een melding is. Tot zo. Nou, er was net een TS even op bezoek geweest. Die gaat nu met spoed weg. Ik hoor ook iets. Het is een gebouwbrand op de Mutiny Road. Okay, nou. We gaan eens kijken. Prio 1 dus. Roger, we're heading over now. Roger that. Ja, 5331 uitgerukt. Prio 1 brandgebouw. Bison on scene. Lekker ruim bochtje genomen. Ik weet niet of hun naar dezelfde melding gaan. Hun reden alleen rechtdoor.
Ik moet hier links de snelweg op, dus ik weet het niet. Moet ik nu zo om gaan rijden? Attention, this is dispatch. Oh. Attention all units, we have melding is loos. Terrorist activity, an airplane crash. Snel even naar achter. A structure on fire, medical aid requested, officer, ambulance, fire truck on scene. We waren niet nodig bij de gebouwbrand. Ik denk die hoeven niet. Ik denk dat de eenheid die al te plaatsen was, want er was al iets ter plaatse, al heeft gemeld dat het loos was. Aangezien wij opeens worden opgeroepen voor een nieuwe melding, dat is je 911 memorial of zoiets, weet ik het, herdenking van de 9/11, 9 september. Dat was of 11 september, nu zeg ik het, ja, 11 september. In Nederland zeggen we altijd 9/11, dus 9 de dag, 11 de maand, maar daar is het 9 de maand, 11 de dag. Ja, daar werd ik meteen voor opgeroepen, dus het zal wel niet meer nodig zijn dan. Dat betekent dat we gewoon weer retour kazerne gaan. Die melding die heb ik 1 keer gedaan, die hoef ik niet elke dienst weer elke video weer te doen, lijkt mij, dus gaan we die ook niet doen. Ik hoor daar een kazernealarm afgaan. Nee, dat was niet voor ons, was voor de autoladder of zo, weet ik het. Misschien dat we toch mee moeten met de autoladder die weer opgeroepen. Meteen weer door naar een prio 1 gebouwbrand. In dit geval een appartement. En zo gaan we daar mee naartoe. Voor de mensen die Wandertje nog niet kennen. Even luisteren. Oké, politie ter plaatse, dat is al mooi. Die kunnen misschien een sitrep geven van ja luister, grote brand uitslaand. Of wij zien niks, pannetje op het vuur misschien. Dat soort dingen. Voor de mensen die Wandertje nog niet kennen, zo een YouTuber maakt toffe dingen zoals de brandweerskins. Dus ga aan de kant, potmonden. De diensttelefoon die ik gebruik, de Samsung A7, S7, weet ik het welke ik gebruik. Ik ben niet zo bekend met Samsung. Ja, joh, zet hem daar maar neer. Wat heeft hij nog voor mij? Ja, de Turan 2011 heeft hij natuurlijk een opfris ding iets gegeven. Dus ook ja, shout-out naar hem voor al die dingen. En zeker even op zijn YouTube kanaal checken en op zijn Discord. Wandertje dus gewoon. Hoe je het hoort, zo schrijf je dat ook. Appartement brand, ja daar moeten we altijd rekening mee houden tot er meerdere. Dat is vaak in één woning. Maar wel een gebouw waar meerdere woningen zijn. Dus je kan zomaar overslaan. Maar dat kan in principe elk gebouw. Als we hier rechtsop gaan dan zien we misschien al rook. Dat betekent dat het toch wel flink is. Ik zie nog niks. Ik hoor wel politie. Oh, aan de kant. Ah, hier is dat. De Audi A6 van de politie is ter plaatse. Oké, TS ter plaatse. We gaan het voor nu even hier alleen af kunnen. Meldkamer. Dankjewel. Boys omhangen. Ik ga ook omhangen. Nou, ik neem maar meteen de slang mee. En dan weer in het gebouw kijken. Ik weet toevallig dat je hier naar binnen kunt. Oh wacht, daar is wel brand. Is het dan een buitenbrand? Nee, dat het gemeld is als appartementbrand, maar dat eigenlijk daadwerkelijk een buitenbrand is. Mensen even daar weg voordat ik jullie... Ja, dan worden jullie maar nat. Oh, dit is een hele boom die in brand staat. Ja kat, ik hoor je. Oké, we schalen toch op naar middel buitenbrand. Het is een beetje een chaos, ik kan niet precies zien wat hier nou in de fik is gevlogen. Oh, sorry mevrouw, meneer. Die is dood denk ik, want dat is echt een hele harde straal. Kat, doe nou eens niet. Waar is mijn...
Waar zijn mijn boys trouwens? Ik ga toch nog even het appartementje checken hoor. Hier zien we wat rook overal. Die kat gaat dat voor mij blussen. Ja, ga vanzelf vooruit. We gaan even het appartement in. Je ziet er best wel zwart en is wel, lijkt het er iets geweest is hier zeker. Ja, hier is wel brand geweest. Misschien dat ik er net heel snel heb uitgekregen toen ik via de deur al ja, alleen die boom dan nog. Als zij brandmeester meld er vast. Alles is uit, denk ik. Ja, alles is uit. Zeg, we gaan ons op vrij melden. Iets kan door. Wij Thanks, buddy. Gaan retour kazerne als er geen andere melding voor ons klaar staat. Hallo. Volvo zit vast, of Volvo, de Audi zit vast zo te zien. Waarom nu niet? Omdat we melding krijgen. Roger, dispatch, we are en route. 10-4. Metro brandt om het hoekie. Hier is toch wel vaak brand de laatste tijd hoor. Oh ja, ik pleur hem hier maar op de stoep. Oh hier ja, brand. C ter plaatse bevestigd brand. Omhangen jongens. Ik ga ook omhangen. Masker om. En volgen. Hier is flinke rookontwikkeling. Komt van beneden zo te zien. Ja ja. Zit daar nog iemand? Ja, daar stonden nog mensen. Ik denk dat we wel brandmeester zijn. Dit hokje stond in brand, snel uit. En de rest van de metro even controleren. Voor het geval dat. Maar ik zie geen reden tot waarom het daar zou branden. Tot het hier beneden ook zou branden. Nou, we kunnen maar beter even check, check, double check doen. Nee, ziet er allemaal goed uit. Oké, brandmeester AC viel mee. Wij met vervolg als ik genoeg water nog heb zo te zien. Attention all units. Citizens reporting a civilian fatality on Marlow Drive. Oftewel reanimatie. Copy that. Zo, daar gaan we heen. Reanimatie voor de, wat waren we, 5331. Ambulance arrived on scene. Nou, dan gaan we even kijken waarom wij daar nog nodig zijn terwijl als de ambulance al te plaatsen is. Misschien een tilassistentie. Officer have arrived. Politie ook al te plaatsen. Dus melding binnengekomen als een reanimatie. Daarna zou wel al een ambulance te plaatsen zijn. Betekent niet dat we dan standaard mogen weggaan. We gaan nog even luisteren, misschien is het tilassistentie reanimatie. Of moeten wij toch nog de reanimatie opstarten omdat de ambulance druk is met andere dingen. Dit wordt een leuke weg.
vastjes, lossen we later wel op. Brandweer ter plaatse. Hoi, wat moeten we doen? Is er een zoektocht naar een slachtoffer of zo? Staat er iemand op? Maar ja, het slachtoffer. Ligt hij al achterin? Ik denk dat hij al achterin ligt. Ik denk dat hij al achterin ligt. Ja, dan gaan wij weer er vandoor. Bedankt voor het zeggen. Roger that. Doei. Ambulance gaat naar het ziekenhuis. Met de luchthoren. Of zonder. Dan viel dat allemaal wel mee. Sowieso als er maar één ambu ter plaatse is, dan zal het geen reanimatie zijn geweest. Ja, het was ook natuurlijk een melding, persoon bewusteloos, betekent niet dat hij gereanimeerd wordt, maar ja, je moet er toch iets van maken. Hier lopen allemaal konijntjes. Gaan we nu onze lange weg richting de kazerne maken, 3,4 kilometer. Ik wil het al inhalen, maar dat kan ik natuurlijk niet doen nu. Nu gaan we super snel naar beneden en ik moet niezen. Zo! Bon energie. Attention all units. Citizens report a cardiac arrest on Meteor Street. Respond code 3. Ik moest zo hard niezen dat iemand er een hartaanval van kreeg. Of een hartstilstand moet ik zeggen. Hartaanval is iets helemaal anders. Aan de kant. Dus we gaan nu naar een reanimatie. En dit is een echte reanimatie. Nou, ambulance is al ter plaatse. Ook hier weer gaan we dus kijken of we wel nodig zijn. Ja, twee ambulances al ter plaatse, jongens. Kom op, dan zijn wij meestal niet meer nodig. Links vrij. Reanimatie bij het politiebureau zo te zien. Nou, mooie ruimte gemaakt door de Mini Cooper, maar ik zag het te laat. Oh, dat is een supervisor en een ambu. Ja, ter eerste plaatsen. Iedereen in dit gebied, stop, stil blijven staan. Dat is altijd zo prachtig van deze mod. Daar staat een supervisor. Oftewel, ja, we moeten het voorstellen. Meestal verander ik die naar rapid responder. Dus dan is mijn supervisor zal over de G zijn. Slachtoffer is overleden. Dan kunnen wij ook niet veel doen. Normaal zou je hier afdekken. Dus midden op straat. Dus afschermen. Nou, dan gaan wij ook niet de reanimatie starten. AC. einde inzet. Persoon is ondanks snelle handelen van de ambulance overleden.
Nee, ik wil gewoon mijn route naar de kazerne. Geef gewoon de route naar de kazerne. Nou, hopelijk komen we er nu wel aan, want wij hebben honger. Dus wij willen iets eten. Ik zie jullie zo meteen. Zo, terug op de kazerne, inmiddels ook weer bijgevuld. Refilled zoals je ziet, linksonder. Dus we zijn weer helemaal klaar voor de uitdruk. Maar eerst gaan wij avondeten. Hier is iemand zijn olie verloren. En daar ook, en daar ook, en daar ook. Waar wij staan niet. Mooi. En daar ook. Dus, oh nee, we gaan toch ergens live en Vader office. Building on fire. Oeh, wat ik is. Yes, onderweg hoor. On my way. Roger. Follow me. Wait in car. Follow me. Zo. Nee, vol. Nu volgen ze me. Prio 1, brandgebouw in het Life Invader Office. Ik weet waar dat is. Ik weet dat dat een groot gebouw is. Ik weet niet waarom we vooruit rijden. Iemand loopt tegen me op. Misschien tot hij de TS wegduwt. Bevelvoerder zit netjes weer bij mij voorin. En dan in 3, 2, 1. Luchthoren erop. Rechts op. Links vrij. Ook even de trambaan. Nu zijn wij een brandweertram. Daar rijdt een auto en een busje. En daar gaan wij slalommen als een baas omheen. Rechtsop, links vrij. Super ruimte gemaakt door deze minivan. Altijd de baan met de minste auto's pakken. In dit geval staat rechts een auto, dus gaan wij links er langs. Stond links een auto en er stond rechts niks. Gingen we rechts er langs, staat links twee auto's, staan links twee auto's en rechts één auto. Dan pakken we natuurlijk rechts, want daar staat maar één auto, oftewel de baan met de minste auto's. Goeie tip, wordt niet altijd nagestreefd natuurlijk, ook niet door mij, probeer het wel. Eigenlijk mag je ook niet zomaar hier tegen het verkeer in, ja misschien hier wel, maar niet zomaar met volle snelheid. Ja, het is maar een spel natuurlijk, ik probeer het zo realistisch mogelijk te doen. Dat weten jullie inmiddels. Bijna te plaatsen. Zo te horen, oftewel ik heb nog niks gehoord, zijn we als eerste te plaatsen. Minste auto staat hier, minste auto's staan hier. Audi RS4 denkt alleen, ik ga niks doen, dus ik denk ook, ik ga gewoon wachten. Dankjewel. Hoofdgang is hier. Brand zou hier binnen zijn inderdaad. Boys omhangen. Ik ga ook omhangen. AC 5331 eerste plaats. Wij gaan binnenverkenning doen en eventueel aanval. Aanlucht om. Go, 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 go. Hier gaat geen brandalarm af. Misschien moeten jullie even af laten gaan. Nee, ja, ik vind het knopje niet. Yoga zone, tech zone kunnen we allemaal niet in. Deuren zitten op slot, zullen daar ook geen problemen zijn. Kunnen we hier naar binnen? Nee, het zal boven zijn. Ik sta er weer alleen voor zo te zien. Wat is dit? Hier komt heel veel licht vanaf. Dat is gewoon het logo en de zon. Hier zit iedereen gewoon te chillen, gek. Hoi, brandweer. Wie heeft er gebeld voor een brand? Niemand.
Hier zou nog wel een brand kunnen zijn. De brand zou zich hier eventueel... Nou, we kunnen nergens anders heen. We doen nog een kleine verkenning voor zover loos. Mocht er toch nog iets vinden, dan laten we het weten. Ik denk het niet. Alle deuren even nagaan. Nee. Ademlucht af. Schalen af. Geen brand. Tenzij we rook zien. Nee. Zijn alle deuren waar je in kunt, zijn we in geweest. We kunnen nog één keer even snel naar de andere zijde rijden. Follow me. We gaan even rijden daar naartoe. Daar is namelijk nog een garage. Ik verwacht het niet, maar dan hebben we echt alles gehad. En hier aan de kant. Ja, dat deed ik niet expres. Wel een beetje, want hij ging niet aan de kant. Het kan toch zo zijn hoor. Als je het rondje bekijkt, zou dat zomaar hier kunnen zijn, hierachter. Mijn warmtebeeldcamera gaf niks. Ah, andere kant. Geeft niks aan, dat betekent als ik hier nog ga kijken, dat is mijn fictieve warmtebeeldcamera. Als ik hier dan loop, zou het een beetje groenig moeten worden. Het zou kunnen betekenen dat dat brand is. En we gaan toch even... Nou ja, want hier zijn we weer waar we toen net waren. Oftewel hier. Nee, AC echt geen brand bij deze. Ik ga ons weer inmelden op vrij. Maar we gaan stoppen met de video. Ik hoop dat jullie een heel leuke video vonden. Ik zie jullie heel graag weer over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. Shoutout naar Wandertje. Discord linkje in de beschrijving. En shoutout naar iedereen die heeft gekeken. Tot over 2 dagen. Doei!